Gisteren zond Comedy Central alweer de vierde nationale roast uit en niemand minder dan Ali B mocht aan het spit. Beners en koolstofmonoxide met Jans confronteerden hem keihard met scherpe grappen en over het randje opmerkingen, alleen bij Ferry Doerens viel het akelig stil. De goede tijden, slechte tijden acteur bracht het er niet goed vanaf. Op de bank werd maar weinig gelachen en ook in de zaal viel een doodse stilte. Kijkers thuis viel het ook op. Waar is Peter Pannenkoek als je hem nodig hebt, vroeg men zich zelfs af. Nou, de Uber-rooster was er dit jaar niet bij, maar nam wel een snoeiharde videoboodschap op waarin hij Ali helemaal kapot maakt. Dit was pijnlijk, zo klinkt het op Twitter na Ferris Roast. Het was gênant, maar daar weet Ali gelukkig ook alles van. Natuurlijk, Ferre is, net als sommige collega-roosters als Prem, Prees, Wylon en Iam Uys H, geen koolstofmonoxide-medium. Daarom pleit iemand er zelfs voor om degene die zijn grappen schreef, te ontslaan. Daarnaast suggereren meerdere kijkers dat Comedy Central flink knipte in Ferris aandeel van de show, iets waar Steven Brunswijk eerder al op hintte in RTL Boulevard. De koolstofmonoxide-medium was bij de opnames aanwezig en merkte ook al dat de GTST-acteur nogal door het ijs zakte. Zijn roast was overduidelijk korter dan die van de anderen.